Nou, ik heb een paar. Dit zijn die korreltjes. Heel klein. We blijven overal vastzitten. Vooral die synthetische sokjes. Die komen in je wasmachine, in je stofzuiger, in je droogmachine. En dat blaast nog even lekker rond. Uit de eerste resultaten van onderzoek van de bandenindustrie zelf blijkt dat er dus wel kankerverwekkende stoffen zitten in de korrels. Maar of die hoeveelheid ook schadelijk is, daarop heeft de wetenschap nog geen antwoord. Ouders van kinderen die voetballen bij AHV Arsenal willen niettemin meteen maatregelen. Ze willen dat er niet meer gespeeld wordt op deze velden. Ik ben een zak met granulaatkorrels aan het brengen naar de gemeenteraad. Om te laten zien wat wij iedere week in ons huis vinden aan korreltjes van het voetbalveld waar onze kinderen voetballen. De zak mocht overigens niet mee de zaal in. Maar binnen bleken alle politieke partijen zich, net als de ouders, grote zorgen te maken over de rubberkorrels. Bij twijfel niet doen. En als het over Amsterdamse kinderen gaat, bij twijfel al helemaal niet doen. Op dit moment wordt er onderzoek verricht door het RIVM naar de schadelijkheid van de rubberkorrels. Verantwoordelijk wethouder Van den Burg liet weten de velden te vervangen als dat onderzoek daar aanleiding voor geeft. Op het moment dat je het versneld doet, kost ons dat 23 miljoen. Natuurlijk is dat misschien een financieel dingetje, maar het is wat mij betreft geen enkel probleem. Maar ook als het RIVM zegt dat het wel kan, dan nog is het straks gedaan met de huidige 78 kunstgrasvelden in de stad. Ze zullen aan het einde van hun levensduur worden vervangen. Dus wat het college betreft komen er, wat de uitkomsten ook zijn, sowieso geen nieuwe rubbergranulaatvelden bij. Toch waren de ouders van Arsenal hiermee niet gerustgesteld. Ze willen niet afgaan op het rapport van het RIVM en vinden dat de rubberkorrels zo snel mogelijk moeten verdwijnen. We zijn natuurlijk ontzettend bezorgd dat RIVM-rapport eraan komt en dat die zegt het kan allemaal best en dat iedereen dan weer gaat slapen. En dat veelbesproken rapport wordt toch voor de kerst verwacht.